En welkom bij een nieuwe video. In de vorige video hebben we gekeken naar ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting. Ongeslachtelijk is dus dat je eigenlijk gewoon jezelf kopieert en dat zet je ergens anders neer. En geslachtelijke voortplanting is dat er eerst iets anders moet gebeuren. Nou, heb ik in de eerste video gezegd dat er in je genotype eigenlijk nooit kan veranderen? Dat klopt. Niet helemaal. Er zijn namelijk ook mutaties. En die mutaties, dat is eigenlijk niets anders als je cellen hebben zichzelf eigenlijk een beetje gekopieerd. En er is iets fout gegaan. En dat er iets fout is gegaan, kan soms negatief uitkomen. Soms maakt het niet uit, je bent nou helemaal zo. En soms kan het ook juist heel positief uit de bus komen. Dit zijn de begrippen. Mutatie, gemuteerd, mutant, albino. Mutant, lijkt wel de Ninja Turtles. Nee, mutageen, gezwel, tumor, goedaardig, kwaadaardig en uitzaaiing. Ja, als je een mutatie hebt, betekent het dus dat er iets in je DNA is veranderd. Dat het niet helemaal gaat zoals het eigenlijk hoort te gaan. Je bent dan, of die cel is gemuteerd. Ja, als je gemuteerde cellen hebt en uiteindelijk is die mutatie dusdanig zichtbaar dat je fenotype uiteindelijk verandert, ben je mutant. En bedoel ik niet in dat Wolverine en dat er ineens klauwen uitkomen of nee. Sommige mensen die hebben bijvoorbeeld ook plukken haar die gewoon geen kleur hebben. Die zijn gewoon wit. En dat betekent niet dat je per se oud wordt. Nee, het betekent gewoon dat dat stukje van je hoofdhuid bijvoorbeeld, geen pigment meer, geen kleur meer aan kan maken. Dan ben je een mutant. We gaan even weer helemaal terug naar de basics. Want ik zei net dat er dus iets anders was in je DNA. En dat klopt. Er is dus een plotselinge verandering in je genotype. Dus je genen, daar verandert ineens iets. Dat kan zijn doordat een cel zich natuurlijk één keer in de 4 weken zichzelf kopieert naar weer een nieuwe cel en deze dan doodgaat. Dat kan. Dat kan zijn dat er dan iets niet helemaal goed gaat bij het kopiëren van het DNA. Het kan ook zijn dat er mutagene invloeden dus ervoor zorgen dat het iets verandert. Nou, dat gaan we straks bekijken, wat dat nou eigenlijk is. Maar als er dus een mutatie is, dan zijn deze cellen gemuteerd. En als het dus zichtbaar is, dan ben je een mutant. Heb ik net ook al gezegd, maar toch even voor de duidelijkheid. Voornamelijk een ziekte, of nou, althans, het is eigenlijk een mutatie, maar die ziekte die is heel erg negatief, dat weten we. We weten ook precies dat het redelijk vaak voorkomt, alleen vaak weten we niet helemaal wat het is. Dus dat ga ik jullie uitleggen. Kanker, dat zijn eigenlijk cellen die gewoon gemuteerd zijn. Dat ene stukje DNA, stel dat dit stukje gen, zegt dat je moet stoppen met delen als cel. Want we hebben maar 1 keer in de 4 weken gemiddeld dat een cel zichzelf gaat kopiëren en dat de oude cel doodgaat. En dat is prima, want dan ontstaat er eentje en dan gaat er eentje dood. Dus dan blijft het hetzelfde. Dat gebeurt voor nu even op dit gen. En dit gen zorgt er dus voor dat hij dus niet altijd zichzelf gaat kopiëren. Dat gaat hier dus een beetje verkeerd. Deze cellen, die zijn zo gemuteerd, die zijn bijvoorbeeld, het kan zijn dat het toeval is geweest. Het kan ook zijn dat ze mutagene invloeden hebben gehad. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn zonlicht, dat ervoor zorgt dat die cellen een mutatie hebben. Dat kan ook zijn roken. Dat kan ook zijn andere chemische stoffen. Het kan echt van alles zijn. Straling, zonlicht, van alles. Maar deze cellen, die hebben dus die rem, dus dat je op een gegeven moment moet stoppen met kopiëren, hebben ze niet meer. Dus wat er dan gebeurt, is dan krijg je dus een heleboel cellen die er eigenlijk niet horen te zitten. Dus dan krijg je uiteindelijk een tumor. Ja, tumor op zich. Niet heel fijn, maar het is nog niet het einde van de wereld, afhankelijk van waar die tumor zit. De kanker die het meest voorkomt is namelijk huidkanker. En huidkanker die wordt voornamelijk veroorzaakt
door zonlicht. En zonlicht is dus schadelijk, kan vrij schadelijk zijn, als dus dat ene stukje gen stuk wordt gemaakt. Nou, dan is het dus een gezwel. En als dat gezwel uiteindelijk zo ontzettend groot wordt dat het de andere normale cellen, bijvoorbeeld van de lever, wegduwt, zou het kunnen betekenen dat je levercellen eigenlijk een beetje doodgaan, opgegeten worden, stuk gemaakt worden, is niet fijn, is ook niet de bedoeling. En dat kan vrij naar zijn. Wat uiteindelijk ook kan, is dat je uiteindelijk een uitzaaiing hebt. En een uitzaaiing betekent, dit is een bloedvat, betekent dat die cellen door je bloedvat meegenomen worden. Dan ben je vaak echt de pineut. Want als je een uitzaaiing hebt, betekent dat je bloed kan overal heen gaan. Maar omdat die gemuteerde cellen dus ook meegaan met je bloed, omdat ze hier het bloedvat hebben opengebroken, kunnen die cellen, dus die gemuteerde cellen, ook overal naartoe. Dus wat je dan krijgt, is dat er misschien wel een zo'n gemuteerde cel in je hersenen komt te zitten. En dat die daar zichzelf ongeremd gaat kopiëren, wat niet de bedoeling is. Of bij je hart, of ergens in je been. En dat is sowieso niet de bedoeling. Nou, nu heb ik het wel voornamelijk over de kwaadaardige kankers. Je hebt namelijk ook goedaardige kankers die stoppen op een gegeven moment gewoon. En dan heb je geluk, dat kan eruit. Dat hoeft er niet per se, dat hoeft er soms niet eens uit. Maar er kan soms ook gewoon blijven zitten. Maar kwaadaardig is dus echt dat het toch best wel ernstig is. Maar we hebben het nu dus voornamelijk gehad over kanker. En dat is een hele negatieve mutatie. Maar er zijn ook hele positieve mutaties. En daar gaan we achter komen in de volgende video. Maar nu nog even niet. Tot de volgende video.